Sue en het rad vol vragen. Het spel is uit. Hé, hey, wat maak je me nu? Nou ja, het is een schande. Een schande. Wat is er, Omi? Een schande, zeg ik je. Ze zijn zomaar gestopt met het rad vol vragen. Mijn lievelingsprogramma. En wat doen ze ervoor in de plaats? Belachelijk. Niet te vergelijken met het rad vol vragen. Het ziet er wel stom uit. Stom? Stom? Het is een schande. En nu kan ik dus nooit meer meedoen. En ik heb me al zo vaak opgegeven. Hey, maar misschien kunnen we wel iets anders spelen. Bijvoorbeeld Verstoppertje. Wat vind je, Omi? Oh, dat is heel aardig van je, zo lieverd. Maar het is niet hetzelfde als het rad vol vragen. Een olifant is ontsnapt uit de plaatselijke dierentuin en is voor het laatst gezien bij... De dierentuin heeft een beloning uitgeloofd aan degene die meer informatie kan verschaffen. Ik weet iets! Oh? We onderbreken het programma wanneer er meer duidelijk is over de verblijfplaats. Opa! Opa! Ja, Sue? Kun je me helpen? Ja, natuurlijk. Waarmee dan? Nou, Omi's lievelingsprogramma is niet meer op tv. Het rad vol vragen, hè? Ja, dat hoorde ik. Oeh, daar zal ze niet zo blij mee zijn. Dat klopt. Het is een schande. Dus ik dacht, waarom doen we niet het rad vol vragen thuis? Dan kan Omi meedoen, zoals ze altijd al wilde. Oh, dat vind ik nou nog eens een goed plan. Maar, hoe? We beginnen hiermee. Oh, ja. Met dat rad moet het wel lukken. Niet slecht, hè? Hij is prachtig, opa. Het is net de echte. Jij bent de beste doe-het-zelver die er is. Oh, dat is een beetje te veel, Eersoe. Maar het is niet verkeerd, nee. Maar er mist nog wel één belangrijk ding, opa. Weet je het zeker? En ik dacht dat ik... De vragen. Het spel heet Het Rad Vol Vragen. Weet je nog? Oh ja, de vragen. Ja, die hebben we nodig. Ik bedenk ze wel. Oh, en zeg niets tegen Omi. Het is een verrassing. Ik verklap niets. Daar ben je, Bisou. Sinia komt spelen. Oh, oké. Nou, misschien kun je me ergens mee helpen. Hm? Kun jij een geheim bewaren? Hm? Natuurlijk kan ik een geheim... Shh. Een geheim bewaren. Mooi, kom mee. Dus we moeten allemaal moeilijke vragen bedenken voor Omi. Net zoals in het echte programma. Oké, zoals... Wat is de naam van de planeet waar Zordarak vandaan komt? Oh ja, goed. Die is echt heel, heel moeilijk. Ik heb er één. Houdt Zek van chips? Ja, dat is een goede vraag. Houdt Zek van chips? Hé, maar als Omi wint, wat voor een prijs krijgt ze dan? Oh ja, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Natuurlijk heb je prijzen nodig. Het is geen rad vol vragen zonder prijzen. Misschien wat van Omi's lievelingskoekjes. Oh, ja! Dat vindt ze leuk. Dat is een hele mooie prijs. Lekker. Maken jullie er ook een paar extra voor mij? Nee. Of je moet straks winnen met het rad vol vragen. Pap, kun jij helpen met Omi's uitnodiging? Natuurlijk kan dat. Hier zijn de prijzen. Yummy. Oh, die moeten jullie eerst winnen. Dat is de prijs, weet je nog? Oeh, oh, ja. Oh, ja, vergeten. Hier is de uitnodiging. Bedankt, pap. Bedankt, mam. Oké, Pok. Ik heb een taak voor jou.
Hier, breng de uitnodiging maar naar Omi. Je weet waar ze woont. Oh! Bedankt, Pok. Onze nieuwe kandidaat. Graag een heel warm applaus voor Omi. Ja! Hebben jullie dit allemaal voor mij gedaan? Oké, Omi, ken je de spelregels al? Oh ja, natuurlijk ken ik die. Oei, daar gaat ie. Blauw. Dan gaat de vraag dus over... Iets luider, Sue. Ik hoor je niet. Misschien moet je het volume iets harder zetten. Oké. Blauw is een filmvraag. Dus krijg je een vraag over films. In De Schat van de Dribbelons gaat Zordrak naar een planeet. Welke? Wie is Zordomobob? Huh? Iedereen weet toch wie Zordorak is? Dat was de voorbeeldvraag. En de echte vraag is... Wat is de naam van het groene monster in de spannende strijd om planeet X? Dat weet ik niet. De grote snaar. Oeps. Oh, sorry. Oh, ik kom er nu achter dat dit helemaal niet de goede vragen zijn voor deze kandidaat. Willis, we stopten ze in... Pap, ik denk niet dat dit de goede vragen zijn voor Omi. Ik denk dat je gelijk hebt, Sue. Kun jij wat vragen bedenken? Dit zijn de vragen. We gaan andere vragen verzinnen. En we zijn weer terug bij de volgende ronde van het Rad Vol Vragen na de reclameboodschap. Zebro Krusli als ontbijt met yoghurt, melk en fruit bij rijt. Eet je buikje dus maar rond. Het is lekker en gezond. Welkom terug bij alweer het tweede deel van het Rad Vol Vragen. Waar we nu wel de goede vragen hebben. En daar gaat-ie! Ja. En geel, dat betekent een familievraag. Oh. Wat was de naam van pap zijn knuffeldier toen hij klein was? Leo. Oh, die heb ik. Ik weet niet hoe vaak moeten repareren. Leo is het goede antwoord. Ja! Ja. Ja. En hier is uw prijs. En wie is de allerbeste doe-het-zelver? Jouw opa. Mozart. En weer een goed antwoord. Oh, een gier. Een knolraap. En de winnaar is... Omi! Oh. Oh, bedankt, lieverds. Oh, ik vond het echt heel erg leuk. We wilden het net zo doen als op de televisie, Omi. En dat is gelukt. Ja. Het was zelfs nog leuker. Maar is er volgende week weer een show? Natuurlijk, Omi. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek. Voor een nieuwe aflevering van het Rad Vol Vragen. Leuk hoor, Sue.
en het spookhuis. Ja! Goed zo, Zack. Mooie piramide. Zullen we er nog een gaan bouwen? Wat was dat? Weet ik niet. Ik heb het nog niet eerder gehoord. Niets aan de hand. Het is gewoon de wind. Maar er staat helemaal geen wind. Je hebt gelijk. Dat is vreemd. Misschien was het wel een spook. Doe niet zo mal. Spoken bestaan toch helemaal niet, joh. Kijk, daar kwam het geluid vandaan. Opa is op het dak aan het werk. Opa, was jij net op het dak? Nog niet. Ik moest even iets halen om de dakgoot te ontstoppen. Maar wat is dat geluid dan? Hmm. We hoorden net een vreemd geluid in mijn kamer. Oh. Luister, het klinkt alsof het beweegt. Hmm, ik hoor het ook zo. Ik vraag me af wat het is. Hoi, wat doen jullie? Elsie! Je liet me schrikken. Sorry, Zack. De jongens hoorden wat vreemde geluiden. Oh, en ik ook. Misschien is het wel een spook. Een spook? Wat leuk. Ik wil zo graag een keer een spook zien. Ik denk niet dat je hem ooit zal zien. Spoken bestaan niet. En zo is het maar net, Sue. Kijk, het gordijn beweegt. Huh? Oh, dat is waarschijnlijk Mam. Wij gaan het mysterie oplossen. Kom mee. Er is hier niemand. Maar het gordijn beweegt nog steeds, hoor. Maar hoe? Kijk, het raam staat een stukje open. Dan is het de tocht. Maar dat maakt toch niet zulke rare geluiden? Ah. Weet je, ik denk dat Zack gelijk heeft. Er is hier iets heel vreemds aan de hand. Het geluid komt van alle kanten. We moeten uitzoeken wat hier gebeurt. Oké, opa, we maken teams. Oh, oké. Sst, we mogen geen geluiden maken. Ze spelen zeker verstoppertje. Zack, Elsie, we zouden toch twee teams maken? Maar die deur piepte daar beneden. Oh. Volgens mij komt het uit jullie kamer, opa. Oh, dan zal het oma wel zijn. We gaan wel even kijken. Het loopt helemaal door naar boven. Ja. Ik krijg opeens een goed idee. Kom maar mee. Zo, kijk. Als iemand hier dus doorheen loopt, dan zullen we dat zeker horen. En dan komen wij er dus achter wat het is. Oh, dat is een goed idee. Zullen we er ook een paar in de gang hangen? De lepels! Onze val werkt! Kom mee kijken! Zack, je bent toch zeker niet bang, hè? Nee, natuurlijk niet! Wiens
wiens idee was het om al die lepels hier op te hangen? Maar hoe kom je hier nou binnen? Dan hadden we u toch net op de gang moeten zien? Ik was op het balkon in het zonnetje aan het lezen. En toen ik weer naar binnen ging, stootte ik mijn hoofd tegen die malle slingers van opa. We dachten dat u een spook was. Een spook? Ik? Oh, wat hebben jullie kleintjes toch een fantasie. En de grote ook. Ik help je wel even. Wow, horen jullie dat? Het is een spook. Misschien wil het ons iets vertellen. Praten spoken dan? Spook, wil je met ons spelen? Elsie, ik denk niet dat spoken praten. Hij zei ja. Hoe weet je dat? We moeten een code afspreken. Ben jij een spook? Tik dan 1 keer voor ja, 2 keer voor nee. Wat zei ik? Het is geen spook. Maar als het dan geen spook is, wat is het dan wel? Ik denk niet dat die tikken een antwoord zijn op je vragen. Het moet iemand zijn die gewoon tegen de muur aantikt. Ja? Maar wie? Dat gaan we bekijken. Weten jullie zeker dat jullie naar boven willen? Het komt uit Omi's kamer. Oh, lieve help. Omi, maakte jij soms net die tikkende geluiden? Oh, hoorden jullie me? Oh, zij is toch geen spook? Oh, maar ik had er zo graag eentje willen zien. Ik wist dat we erachter zouden komen. Maar wat waren dan al die andere geluiden? Ik hoorde ook wat vreemde geluiden, Zoe. En ik zag ook iets trippelen langs de muur. Ik probeerde het weg te jagen met mijn wandelstok. Iets dat trippelde. Volgens mij zit er iets in de dakgoot. In de dakgoot? Wat is het? Dat zal ik moeten bekijken. Ja, kom mee. Ja, ik denk dat het mysterie opgelost is. Kijk. Hagedissen! Ze woonden in de dakgoot. Dan zijn ze dus verdwaald. Dus 2 van die hele kleine hagedissen maakten al dat lawaai? Ja, als ze bewogen, dan echoode het geluid vanuit de dakgoot door het hele huis heen. En ze verstopten de dakgoot. Dat klopt. En nu ga ik ze helpen met verhuizen. Oh, arme beestjes. Waar gaan ze naartoe? Zullen we een nieuw huis voor ze maken? Ja! Wat mooi. Doe maar, jongens. Ze vinden hun nieuwe huis mooi. Ja, en ze hebben hier een veel mooier plekje dan in de dakgoot. Ja! Zie je nou, Pok? Je hoeft niet bang te zijn. Spoken bestaan niet.
onderzoeker. En dan nu lekker even rusten. Opa, opa. Raad eens wat voor opdracht ik heb voor school. Een opdracht voor school? Huh? Eens kijken. Wetenschappelijk onderzoek? Wetenschappelijk onderzoek voor jonge zebra's in 4 eenvoudige stappen. 1. Kies een onderwerp voor je onderzoek. 2. Doe uitgebreid onderzoek naar je onderwerp. 3. Schrijf op wat je hebt ontdekt. En 4. 4. Vergelijk je ontdekkingen en vertel wat je hebt geleerd. Ja, dat was het. Ik ben nu een echte onderzoeker, opa. Nou en of. Zo, meneer de onderzoeker, begin dan maar met het onderzoek. Eerst, eenvoudige stap nummer 1. Kies een onderwerp voor je onderzoek. Wat is dat? Ah, dat is oma die aan het stofzuigen is. Ik ga wel even naar mijn kamer. Ik moet nadenken. Ja, wat jij nodig hebt is wat rust en stilte. Ja, ik denk dat ik onderzoek ga doen naar... Liefje, ik ga even naar het park met Xavier. We gaan hardlopen. Oké, tot straks. Oh nee, nu ben ik het vergeten. Liefje, waar zijn de handdoeken? Psst. Zoe doet onderzoek voor een project op school. Hij heeft rust en stilte nodig. Oh, oké. Okay. Zo, zo. Oh, ik wil onze onderzoeker in de dop zeker niet storen. Dan zal ik mama en oom je ook even gaan waarschuwen. Moet je eens luisteren. Ze heeft de mooiste stem die ik ooit heb gehoord. Wat is er aan de hand? Zoe, de onderzoeker, doet hiernaast onderzoek. Juist, ja. Alsjeblieft, zet maar op. Stap nummer 1 is helemaal niet zo eenvoudig. Ja, Xavier had er nog flink te pas in. Ik ben... echt uitgeput. Ik weet het. Gapen. Ik ga een opdracht maken over gapen. Dat is nog eens een goed idee, Zoe. Niemand weet precies waarom we gapen. Dus als jij erachter komt, dan heb je een echte wetenschappelijke ontdekking gedaan. Oké. Zoe de onderzoeker gaat onderzoek doen naar de belangrijke vraag... waarom gapen zebra's eigenlijk? Maar is dat niet een beetje te moeilijk voor een jonge amateur-onderzoeker? En dan nu de eenvoudige stap nummer 2. Doe uitgebreid onderzoek naar je onderwerp. Dit hier is mijn onderzoekstabel. Hier schrijf ik op hoe vaak iedereen en waar en hoe lang iedereen gaat. Volgens mij heb je ook nog wat gapende proefkonijnen nodig. Ja, bedankt opa. Wie wil proefkonijn zijn? Ik. Ik. Ik wil ook. Mag ik eerst? Maar dit vind ik leuk. Mooi. We gaan beginnen. Het is al bijna etenstijd. De eenvoudige stap nummer 2 zal even moeten wachten tot morgen. Oké. Volgens mij heb ik nog iets in de schuur dat je kan helpen. Ik dacht dat ik ze in deze doos had gelegd. Aha, heb eens. Hé, die had ik net nog nodig. Bedankt, opa. Ja, prima. En wil je me nog helpen met mijn onderzoekstafel? Zo. Dit is een hele mooie gaapobservatiepost. Ik kom al.
Klaar om te gapen? Helemaal. Oh. Hoef je nou nog niet te gapen? Nog niet? Misschien moet je iets meer naar achteren. Oh, ja. Hallo, Xavier. Oh. Vandaag? Oh, wacht. Ja, ik kom direct naar je toe. Het spijt me, Zoe. Ik was helemaal vergeten dat ik vandaag oom Xavier zou helpen in zijn winkel. Oh, oké, pap. Voel je al een gaap komen? Nee. Misschien helpt luisteren naar rustige muziek. Dat regel ik voor je. Omi, ik heb een pakketje voor je. Je moet even komen tekenen. Oh, wacht. Dat is vast mijn nieuwe hoed. Sorry, Zoe. Misschien heeft oma voor mij nog wat. Oma gapen. Het wil niet lukken. Heb geduld, Zoe. Onderzoekers moeten geduld hebben. Misschien als je je ogen dicht doet en dan aan iets heel moois denkt. Dat zal ik doen. Oh, de kookwekker. De cake moet uit de oven voordat hij aanbrandt. Zoe? Hm? Ik ben een kastje aan het repareren in de slaapkamer. En ik weet niet of ik... Oh, nee. Oh, nog steeds geen enkele gaap. Bedankt, Pok. Maar ik moet echt de gapen onderzoeken. En dat lukt niet als iedereen het zo druk heeft. Zeg, maar waarom ga je niet weg uit je observatiepost en onderzoek je je proefkonijnen niet in en om het huis? Ja, doe ik. De onderzoeker. En hoe gaat het met je onderzoek? Hoeveel gapen heb je al onderzocht? Is je onderzoek al klaar? En waarom gapen zebra's? Geen gapen en geen antwoorden. Oh. Opa en ik hebben samen de hele dag hard gewerkt. Ik ben uitgeput. En ik dus ook. Hey, ik gaap. Nou ja, maar... Zo, hoe vond je die? Goed, dankjewel. Oh, niet zo snel. Wacht even. Oh, wacht. Volgens mij moet je er nu wel genoeg hebben. Oh, ik heb alleen de tijd van opa opgeschreven. En één gaap is niet voldoende om naar stap nummer 4 toe te gaan. Vergelijk de resultaten en vertel wat je hebt geleerd. Oh, rustig aan hoor. We gaan morgen gewoon weer verder. Oh, dat hoeft niet hoor. Zoe de onderzoeker heeft niet ontdekt waarom zebra's gapen, maar heeft wel een andere ontdekking gedaan. Gapen werkt aanstekelijk. Nou en of. En dat is een feit. Oh, gefeliciteerd Zoe. Goed gedaan. Oh, je bent een fantastische onderzoeker. Oh, kom hier.
Zoe de winkelier. Dag! Dankjewel voor al je hulp, Zoe. Mevrouw Zolly loopt wel even met je mee naar de winkel. Hallo, mevrouw Zolly. Oh, hallo. Ik mag van mama boodschappen doen. In mijn eentje. Boter, melk, brood, de krant voor opa. Nee, ik ben het niet vergeten, Pok. En vogel staat voor Pok. Zo, zo. Dat is een belangrijke taak, zeg. Ik wacht buiten op je, Zoe. Veel plezier. Oké. Hallo, meneer Zoey. Mama kan vandaag geen boodschappen doen, daarom doe ik het. In mijn eentje. Mag ik alsjeblieft... Hallo, Zoe. Zack? Meneer Zoey? Is alles in orde? Goedemorgen, Zoe. Sorry, ik was even afwezig. Goeiedag. Oké, wat kan ik voor je doen? Brood, melk en boter graag. En opa's krant. Oh ja, en vogelzaad. Komt eraan, hoor. Wat is er, Zack? Ik heb papa gevraagd om met me mee te gaan naar het strand. We zijn al heel lang niet meer gezellig met z'n tweeën weg geweest, Zoe. Wat een goed plan, zeg. Ja, alleen kan ik niet weg. Er moet iemand op de winkel passen. En vogelzaad. Speciale aanbieding deze week. 2 voor de prijs van 1. Ik ben thuis met de boodschappen. Huh? Opa, wat zijn dat voor geluiden? Mijn nieuwe mobiele telefoon. Ik ben nog steeds op zoek naar een geschikte ringtoon. Oh, ik vind die niet mooi. Pok, was jij dat? Dat is Pok niet. Opa heeft een nieuwe telefoon. Oh, is dat zo? Leuk hoor. En heb jij alle boodschappen, Zoe? Ja, maar arme meneer Zoey en Zack. Oh, wat is er met ze? Meneer Zoey wilde vandaag met Zack naar het strand. Maar dan is er niemand om op de winkel te passen. Opa! Zullen wij tweetjes dan met Zack naar het strand gaan? Ik heb nog een veel beter idee, Zoe. Yeah! Oh, sorry, mevrouw Zolly. Geen tijd. Wij gaan naar het strand. Goedemorgen, mevrouw Zolly. Kan ik u helpen? Ja. Kun je mij vertellen wat er aan de hand is? Opa en ik passen vandaag op de winkel van meneer Zoey. Goed. Heeft u iets nodig? Ja. Nu je het me zo vraagt. Ik wil graag een doosje met pepermuntjes. Komt u maar verder, mevrouw. Omdat wij op de winkel passen, mag je nog niet zomaar iets pakken, Pok. Onze eerste klant, opa. Mevrouw Zolly wil graag een doosje pepermunt. Ja, dat helpt mij te concentreren tijdens mijn werk. Pepermunt. Het moet hier ergens liggen. Laat maar, Zoe. Pok heeft ze al. Alsjeblieft, mevrouw Zolly. 1 doosje pepermunt. Fijne dag nog. Bedankt hoor, Zoe. En jullie ook. Dag. Dag. Ik denk dat ik later winkelier wil worden. Leuk is het, hè? Oh, en daar zijn onze volgende klanten al. Hallo. Oh. Zoe? Wat? Waar is meneer Zoey? Oh, hij is naar het strand met Zack. Dus passen wij vandaag voor hem op de winkel. Waarmee kan ik je helpen? We zijn op zoek naar een doosje houtskoolstiften, meneer Zoe. Oh, ik weet waar dat ligt. Ik bedoel, momentje alstublieft. Opa,
Opa! Hm? Opa! Het ligt daar, opa! Oeh! Oh, oeps! Oh. Oeps! Gevonden, Zena! Dankjewel. Nee, jij bedankt. Dag, Sue. Dag. Hallo. Papi gaat een feeënprinsessenpop voor me kopen. Ja toch, papi? Die met een toverstokje en magische schoentjes en een mooie blauwe jurk met vleugeltjes. Niet een jurk, de fee heeft vleugeltjes. En... waar is meneer Zoe? Hallo, Sue. Oh, hoi, Sinea. Hallo, oom Xavier. Meneer Zoe is er op dit moment even niet. Wij passen op. Ja toch, opa? Oh, waar ligt het ook alweer? Dus, waarmee kan ik helpen? Zeg het maar, papi. Een feeënprinsessenpop. Die met dat mooie goudkleurige haar en... Even rustig, Sinea popje. Mijn telefoon. Alsjeblieft, Sinea. Een feeënprinsessenpop. Graag gedaan, Zinia Popje. Papi's jas. En dan is het nu tijd voor je balletles, Popje. En Britney Chantel gaat met me mee. Dag, Sue. Dag. Oh, opa, telefoon. Ik kan me niet herinneren dat ik die ringtoon heb gekozen. Hallo? Het spijt me. U heeft denk ik het verkeerde nummer. Huh? Nog meer klanten. Oh. Hallo, Sue. En hallo, Meneer Zoe is met Sek naar het strand. Wij letten vandaag voor ze op in de winkel. Nou. Jij bent al groot. Zeg dat wel. Waarmee kan ik helpen? Nou, we komen voor verf. Voor Siegmund zijn badkamer. Ik stelde zojuist giraffen steppen voor. Maar spinnenweefsel past veel beter bij mij. Giraffen steppen en spinnenweefsel, dat zijn kleuren. Ja, een soort van teder, warm en levendig zacht grijs. Wat, Sue? Opa, dat was geen verkeerd nummer. Dat is niet jouw telefoon. Oh, maar die is toch van Xavier? Hij liet hem vallen, niet waar? Maar waar is de mijne? Meneer Zoe zei dat hij nog zou bellen hoe het hier ging. Oh, maar als je je telefoon niet hebt... Hé, misschien heeft oom Xavier die van jou meegenomen. Zal ik jouw telefoon anders even bellen, opa? Oh, goed idee, Sue. Maar, mami, ik wil niet naar ballet. Ik wil hier blijven om te spelen met Britney Chantel. Eenden! Eenden! Waar zijn ze? Ik hou niet van eenden. Waar zijn ze? Wie heeft ze? Xavier, zitten ze soms in je jaszak? Wat? Wie heeft... Maar van wie is deze telefoon? Met Xavier, wat kan ik voor u betekenen? Dit is de telefoon van opa. Oh, Sue, ben jij het? Dus ik denk dat je opa's telefoon hebt gepakt in plaats van die van jou. Wat zouden jullie denken van zonsondergang bij zee? Dat ziet er mooi uit. Oh ja, beeldig. Schitterend, dat had ik zelf nooit bedacht. Zal ik hem opnemen, opa? Ja, doe maar, Sue. Hallo. Oh, hallo meneer Zoe. Gaat alles goed in de winkel? Ja, hier is alles goed. Ja. Dag. Dag, Sue. Meneer Zoe heeft gezegd dat hij ons hele goede winkeliers vindt, opa. En jouw opa is een fantastische interieurontwerper. Zoveel oog voor kleur. En zo te zien ruimt dat vogeltje van jou weer keurig netjes de toonbank voor jullie op. Pok.
Zoe en Omi's herinneringsboek. Ik denk niet dat je puntenslijper hier ligt, Omi. Oh, maar ik weet toch zeker dat hij daar lag. Huh? Oh ja, hier is hij. Oh, sorry, Omi. Oh, daar hoef je geen sorry voor te zeggen, Zoe. Ik moet zelf wat voorzichtiger zijn met mijn gelukkige herinneringen. ik heb nog ergens een oud fotoalbum liggen. Ik plak ze daarin. Hebbes! Alsjeblieft, Omi. Dankjewel, Zoe. Lieve help, hij valt uit elkaar. Oh, er liggen nog meer foto's, Omi. Je hebt er echt heel veel. Oh, jazeker, Zoe. En als ik ze in mijn album plak, dan heb ik alle foto's bij elkaar. waar ligt de plakband? Ik kan de bladzijde wel weer vastplakken, met opa. En dan plakken we de foto's er ook in. Oh, dat is lief. Ik help graag, Omi. Oeh, ik kom zo terug. Kijk eens aan. Omi's album valt nu niet meer uit elkaar. Opa, dit album is wel een beetje, gewoontjes. Oh, zal ik er een herinneringsboek van maken? Voor foto's en kaarten en brieven en andere dingen. Dat is een uitstekend idee, Zoe. Dan heb ik een mooi boek nodig, waar alles in past. Dus geen tijd te verliezen. Eens kijken of we iets kunnen vinden in de winkel van oom Xavier. Oh, dus u heeft geen mooie plakboeken? Helemaal geen plakboeken, Zoe. Zelfs geen gewone. Ze zijn in bestelling, maar dat duurt nog even. Het spijt me. Hé, jammer. Maar misschien heeft meneer Zoe nog plakboeken. Bedankt, Xavier. Het spijt me, Zoe. Ik ben bang dat ik ze niet meer heb. Oh, wacht even. Kijk eens aan. Zo te zien heb je geluk. Bedankt, meneer Zoe. Maar hij is wel heel stoffig en de kaft is beschadigd. Ja, je hebt gelijk, Zoe. Het is niet zo mooi meer, hè? Maar neem het toch maar mee, hoor. Je krijgt hem gratis. Bedankt, meneer Zoe. Erg aardig van meneer Zoe dat ik hem mocht hebben. Maar ik wou dat we er een hadden gevonden die mooier was. Omi zal zo blij zijn met wat we erin gaan plakken dat ze de buitenkant niet eens zal zien. Weet ik, opa. Maar ik wil er juist een heel bijzonder herinneringsboek van maken. Maar dat wordt het ook, Zoe. Ze heeft zoveel foto's. Met welke beginnen we? Ik zou het niet weten. Ik weet niet van wie al die foto's zijn. Als we beginnen met de alleroudste, dan kan Omi er doorheen bladeren, hoe ze zelf wil. Ja. Oh, wie zou dat nu kunnen zijn? Hoi, Elsie. Hallo, Elsie. Hoi. Kom je buiten spelen, Zoe? Ik kan niet. Ik maak voor Omi een herinneringsboek. Nou ja, dat probeer ik. Heb je zin om te helpen? Oh, oké. Ik was op zoek naar een heel erg mooi plakboek. Maar dit was het enige dat meneer Zoe had. Je kunt een nieuwe kaft maken. Bijvoorbeeld met wat mooi papier. Hé, dat is een heel goed idee. Oma heeft heel veel cadeaupapier. Kom mee, dan gaan we het haar vragen. Wow! Oma is wat je noemt een verzamelaar. dit is mooi papier. Dat is het zeker. Ik knip het wel even op maat en dan kunnen jullie het er met plakband op plakken. Maar waarom knip je er zo ruim omheen, opa? Weet je, je hebt een extra strook papier nodig om over de rand te vouwen. Zie je? Het is best mooi, maar ik vind het nog niet bijzonder genoeg. Ik weet zeker dat Omi het prachtig vindt. Je opa heeft gelijk, Zoe. Maar als je zelf niet tevreden bent, kunnen we mijn moeder vragen naar ideeën. Oh ja! Oh, die kaft ziet er mooi uit, zegt Zoe. Maar
Maar het is nog niet mooi genoeg voor Omi. En het papier is best wel dun. Straks scheurt het. Nou, je kunt ook zelf papier maken. Kan dat? Ja. Kijk, als jullie deze kranten in kleine stukjes scheuren... Zoals dit? Zo is het goed, ja. Perfect. En als je daarmee klaar bent, dan doen we ze in een grote bak met water. We doen ze in het water. En nu roeren we door elkaar. Kijk, deze slijmerige bol noemen we pulp. Nu doen we er nog een beetje zetmeel bij. Dat maakt het papier dik genoeg om er foto's en andere dingen op te plakken. Wauw! Cool! Deze zeef zorgt ervoor dat grotere stukken niet in het mengsel komen. Oké, let op. We zijn bijna klaar. Oh, je kunt er ook nog wat gedroogde bloemblaadjes in doen, Zoe. Dan ziet het papier er nog mooier uit en ruikt het ook lekker. Zo? Ja, zo ja. Oh, wat mooi. Deze doek droogt de pulp uit. Wilt u nog meer snippers? Ja, graag. Hoe meer we daarvan hebben, hoe meer papier we kunnen maken. Ja! Uitstekend. Dank je wel. Dat was het eerste vel. We hebben er nog wel wat te gaan. Sorry, Sue. Dit gaat wel eventjes duren. Ik ga wel door. Dan kun jij ondertussen iets anders doen. Ik moet nog spullen verzamelen voor Omi's herinneringsboek. Oh, oké. Doe dat maar. Als je straks terugkomt, is het papier wel klaar. Oh, fijn. Tot straks dan. Oh, en ontzettend bedankt. Dag, Sue. Dag. Oh, dit brengt een hoop herinneringen naar boven. Kaartjes, briefjes, een uitnodiging voor Omi's verjaardagsfeestje. Hoe oud was ik toen? Oh, je was nog niet eens geboren, Bisou. Ik kende papa nog maar net. Dus, het is een mooie herinnering. Oh ja, nou en of. Alsjeblieft, Zoe. Foto's en kaarten van reizen die ik samen met Omi heb gemaakt toen ik nog klein was. Oh, wauw. Jij en oma zijn overal geweest, opa. Ja, we gingen veel op pad. Volgens Elsie's moeder is het papier nu wel droog. Dan kunnen we ons boek afmaken. Dan gaan we nu meteen. Oh. Tot straks, mam. Dat ziet er mooi uit, Sue. Wat slim om je eigen papier te maken. Heel makkelijk, opa. Je scheurt gewoon wat kranten in stukjes. Nou, ik vind het prachtig geworden. En door die bloemblaadjes ruikt het ook nog eens heel lekker. Wat zal Omi blij zijn? Oeh, deze foto is veel dikker dan de andere, opa. Wow, kijk, er zit een foto aan vastgeplakt. Oh, kijk nou. Dat is Omi toen ze jong was. Maar wie is dat naast haar? Ik weet het niet zo. Toen was ik nog niet eens geboren. Maar dat kan Omi ons vertellen. Een verborgen foto. Dat is vast een verrassing. Doe je ogen maar open, Omi. Oh, kijk nou toch. Moet je het toch eens zien. Het is prachtig. Oh, allemaal oude foto's. Oh, en kaartjes. Het is beeldschoon. Dat heet een herinneringsboek. Sue heeft het papier zelf gemaakt. Wat knap van jou. Oh, en het ruikt ook zo lekker. Dat komt door de bloemblaadjes, Omi. Oh, ik ben er heel, heel blij mee. Ja. Oh, lieve help. Moet je zien, dat is Zola, mijn beste vriend op school. Ik dacht dat ik die foto kwijt was. Hoe komen jullie daar aan? Hij zat achter een andere foto geplakt. En het was Zoe die het ontdekt heeft. Oh, nog een mooie herinnering voor mijn mooie herinneringsboek. Bedankt voor dit prachtige en ook geurige cadeau, Zoe. Ik zal het
koesteren. En hier komt nog een andere mooie herinnering, Omi. Het is prachtig. Zoe de strandwacht. Fijn dat je wilt helpen, Zoe. Zo, je kasteel is nu beschermd tegen iedere aanval, Zack. Ja! Oh, ik heb gisteren al een zandkasteel gemaakt. Vandaag ga ik iets veel leukers doen. Ik ga kajakken met mijn papi. Oh, wat leuk! Weet ik. Nou, dag hoor. Dag hoor. Veel plezier. Ziezo. Als je niet in het water wilt vallen, is het verstandig om je te concentreren op wat je doet. Oh, sorry, Zoe. Dat was geweldig, Zoe. Ik wil later ook strandwacht worden, net als jij. Oh, dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Je moet er veel voor leren. Mag ik dan alvast iets leren? Ik zou het zeker heel goed kunnen. Weet je wat? Waarom help je me niet mee het strand in de gaten te houden? Ja! Bedankt, Zoe! Mama, raad eens! We hebben nu 2 strandwachten op het strand. Oh, maar waar is die andere dan, Zoe? Dat ben ik! Ik mag vandaag Zoe helpen. Zo, zo. Dat is een hele verantwoordelijkheid, lieverd. Maar ik heb nog wel wat spullen nodig. Oh, nou, en of. Je moet er professioneel uitzien. Ja, een rode pet, verrekijker en zwemvliezen. Hier, je mag mijn verrekijker wel hebben. Er varen vandaag toch niet zoveel jachten voorbij. En je mag mijn zwemvliezen wel. Bedankt, pap. Nu hoef ik alleen nog maar een pet. Alsjeblieft, Zoe. Bedankt, opa. Maar hij moet rood zijn. Mensen moeten me kunnen zien. Beter? Hey, bedankt, opa. Graag gedaan, hoor, Zoe. Oké, nu moet ik een plek vinden waar vanaf ik het hele strand kan zien. Goed zo, Pok. Goed idee. Dat lijkt me een mooie plek. Even wachten. Je moet je eerst nog insmeren, Zoe. Blijf staan. Hou je ogen open, Pok. We zijn aan het werk. Ik vraag me af hoeveel mensen we zullen redden. Oh, deze rots zit niet echt lekker, zeg. Help! Help! Dat is Elsie! Kom mee, Pok! Wat is er, Elsie? Help, Sue. Ik ben mijn haarspeld kwijt. Je haarspeld? Ja, zonder speld kan ik niet zwemmen. Kun je me even helpen met zoeken? Oké, Elsie. Waar heb je hem het laatst gezien? Volgens mij zag ik een speldje op je handdoek liggen. Oh, nee, Pok. Ik denk niet dat Zoe veel naar haarspeldjes hoeft te zoeken. Dat is hem! Dankjewel, Zoe. Heel graag gedaan. Oké, ik moet nu terug naar mijn post. Kom mee, Pok. Een golf heeft mijn kasteel stuk gemaakt. En in mijn eentje kan ik er niet nog zo een bouwen. Het komt goed, Zack. Ik help je. En deze keer maken we hem nog veel steviger. Maar je bent nu ook de strandwacht, Sue. Je moet op het strand letten. Dat kan ook terwijl ik aan het zandkasteel werk. Als iemand hulp nodig heeft, dan zie ik het. Bedankt hoor, Zoe. Oh.
Zo, dit kasteel gaat niet zo snel kapot. Nee, alleen als er een hele grote vloedgolf komt. Huh? Waarom draag je die grappige pet? Oh, en waar is die verrekijker voor? Omdat ik nu strandwacht ben. Net als Zoe. Maar ik heb Zoe nog nooit een zandkasteel zien bouwen. Hmm. Ben je al klaar met kajakken? Ja. Ik ga nu mijn balletoefeningen doen. Kajakken wordt zo saai na een tijdje. Oh ja? Het lijkt mij best wel leuk. Huh? We maakten alleen maar rondjes. Als jij naar mij had geluisterd, Zinnia Popje, was dat niet nodig. Kajakken is veel meer dan een beetje rondjes paddelen, weet je. Sue, wil jij mijn kajak lenen om mensen te redden? Wat? Oh ja, bedankt, Zinnia. Heel graag. Pap, kun jij me leren kajakken? Nou, dat kan, Sue. Ik ben dol op kajakken, maar we hebben geen kajak. Jawel, hoor. Want we mogen die van Zinnia lenen. Goed zo, Sue. Je kan het. Het is makkelijk als je weet hoe het moet. Ik denk dat we er nu klaar voor zijn om de zee te verkennen. Ah, op het water is het niet zo makkelijk. Je moet gewoon rustig blijven en paddelen in een constant ritme. Weet je wat? Ik tel wel hard op. Bij 1 peddelen we rechts en bij 2 peddelen we links. Oké? Oké, pap. Ben je er klaar voor? Klaar. 1, 2, 1, 2. Goed zo, Sue. Het gaat hartstikke goed. Nu kun je iedereen helpen die op het water problemen krijgt. Maar we zijn hier helemaal alleen. Het is helemaal niet leuk om strandwacht te zijn als er niemand is. Een strandwacht moet erg veel geduld hebben. Kijk, Zoe redt nu niemand, maar hij houdt alles goed in de gaten. Je moet veel geduld hebben en blijven opletten om... Oh, kijk! Kijk daar! Mijn luchtbed! Dat is Mam! Haar luchtbed drijft zomaar weg. Snel! We gaan het redden! Oh nee, het drijft verder weg! Rustig maar, Sue. Als we samen paddelen zoals we net hebben gedaan, dan halen we hem wel in. Ben je er klaar? Klaar! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, ik heb hem! Ja, het is gelukt! Goed gedaan, Sue. Alsjeblieft, Mam. Oh, bedankt, Sue. Wat zou ik toch zonder jou moeten? Nou, tot nu toe heb ik Elsie, Zack en Mam geholpen. Maar ik heb nog steeds niemand kunnen redden. En ik wil een echte strandwacht zijn, zoals Zoe. Sue! Huh? Sue, de strandwacht komt te hulp. Misschien is opa zijn bril wel kwijt. Oh, rustig maar, Zack. Sue, de strandwacht is onderweg. Tijd voor een echte redding. Je kasteel was sterk genoeg voor de golven. Maar kijk, er zit een vis in het kasteel. Oh, we moeten hem redden. Wacht maar, klein visje. Oh. Bijna. Rustig aan, Sue. Pak hem, pak hem. Ja, hebbes. Dag, klein visje. Oh, goed gedaan, Sue. Goed gedaan, Sue. Bravo, Sue. Heel goed. Ja, heel goed gedaan. Je hebt de vis gered en je hebt ook iedereen op het strand goed geholpen. Weet je, ik help heel graag anderen. Dat is de instelling van een strandwacht. Hier, deze heb je verdiend. Wow, een echt strandwachtersfluitje. Bedankt, Zoe. Oh. Zo
Zoals pap zei, een strandwacht moet veel geduld hebben en opletten.